De huidveroudering ontstaat door een langzame daling van de functie van de huid. En dat betekent dat de huidcellen geleidelijk minder eiwitten gaan produceren. En dat zijn ook eiwitten die heel belangrijke functie spelen bij de elasticiteit van de huid. Het belangrijkste eiwit is collageen. En dit eiwit wordt dus ook verminderd in de huid. Alle eiwitten die aangemaakt worden, worden ook tegelijkertijd afgebroken. En bij veroudering loopt de afbraak van die eiwitten ietsje sneller. En dat leidt uiteindelijk tot vermindering van de inhoud van collageen in de huid. Het is misschien belangrijk om te zeggen dat die afbraak van eiwitten en afbraak van collageen onder andere versnelt bij rokers. Dus rokers hebben op bepaalde momenten eerder rimpels. En ook de rimpels zijn dieper en uitgebreid. Dus de secretapparaten zijn uitgerust met lampen die een lage intensiteit van geel-oranje licht uitstralen. En dit licht kan ongeveer 1 centimeter door de huid te dringen. En kan sommige cellen die dieper in de huid liggen aanzetten van bepaalde cellen, zogenoemde fibroblasten. De fibroblasten worden geactiveerd en die maken meer collageen aan. Resultaten zijn als volgt. Ten eerste, kleine lijntjes en rimpels kunnen gereduceerd worden. Ten tweede, de huidtextuur wordt beter. Ten derde, de huid wordt egaler. En ten vierde, dit licht heeft ook een positief effect op ontstekingen. Dat betekent dat kleine ontstekingen kunnen verminderd worden. En dat zien we bijvoorbeeld aan acne-patiënten. De acne kan ook verminderen. Ik heb zelf een onderzoek gedaan met secretapparaat. En daarnaast heb ik ook een heel uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar de werking van speciaal afgestemde licht op de huid. Van die onderzoeken kan opgemaakt worden dat de secretapparaat een positieve werking heeft en dat op een termijn kan het leiden tot zichtbare verbetering van de huid.